Een hele goede middag, dames en heren. Hartelijk welkom. U kijkt via de livestream ook naar het Holland Heineken House lunchprogramma. De talkshow hier vanuit het Holland Heineken House. We zijn er elke dag van 12 tot 1. De livestream is er zo vaak mogelijk, hè? Je weet het nooit. Mijn naam is Hidde van Warmerdam, naast mij zit Annegreet Haars. En wij gaan u voorstellen aan onze gasten van vandaag. Zij is wereldkampioen op de 1000 meter op de buitenbaan in Insel. Kwam op 2 Olympische Spelen in actie, in Nagano in Turijn. En volgt deze Spelen zeer nauwgezet, omdat ze met enige regelmaat aanschuift in RTL Late Night. Maar dat weet u beter dan wij hier in Sochi. Gelukkig is ze nu hier en bij ons aan tafel. Welkom, Barbara Deloor. Dankjewel. En ook hij is wereldkampioen, maar dan op de 1500 meter, terwijl de koffie binnenkomt. Dat is heerlijk. Hij is net gestopt als voorzitter van de atletencommissie van NOC-NSF. En is en passant uitgegroeid tot een van de leukste verslaggevers tijdens deze Olympische Spelen. Daarover later meer. En een bijzonder feit, hij is de enige sporter ter wereld die uitkwam, zowel op de zomerspelen, de winterspelen en de Paralympische Spelen. Dames en heren, Jeroen Straathof. Hoi. Hoi. Het is de dag van de 1500 meter bij de mannen. Ja. Daar verheugen we ons allemaal over op het mediaoverzicht. Dan nu echt. Al dat succes heeft natuurlijk ook een prijskaartje. Al bijna 2,5 ton staat er nu op voor het NOC-NSF. Want ja, een medaille dat kost natuurlijk toch geld voor de sportkoepel. De Nederlanders krijgen 30.000 euro voor een gouden medaille. 22,5 voor zilver en 15 voor brons. Win je er meer, dan komt er een soort van kortingsregeling. Het is niet alsof dat maar blijft opstapelen. Dus 2,5 ton en ik denk dat er nog wel wat bij gaat komen voor ze. Overigens heb ik ook even gekeken naar de andere landen om dat toch maar eens weer eens erbij te halen. Kazachstan, die is het meest genereus. Die krijgen 183.000 euro als ze goud winnen. Dus dat doen ze goed. Wat ik wel opvallend vond, de Britten, Nooren, Kroaten en Zweden krijgen helemaal niks. Gewoon geen euro. Dus dat is wel opmerkelijk, ja. Dat is heel opmerkelijk. Nee, ik weet ook van landen uit Azië dat die ook gewoon een goed pensioen uiteindelijk krijgen. Dus ja, je kunt zeggen, van je kan nu een bonus krijgen, of wil je voor de rest van je leven goed onderhouden worden door de staat. Dus, maar helemaal niks krijgen, dat vind ik heel opmerkelijk. Ja. Vanochtend een tweetje van Irene Wüst dat zij uit haar bed werd gelicht voor dopingcontrole nummer 6. Het is natuurlijk lastig, lijkt me, voor een sporter, kan er zelf niet over oordelen. Maar aan de ene kant wil je natuurlijk fair play, wat ze er zelf ook mooi bij zegt. Aan de andere kant lijkt het me erg vermoeiend als je lekker je rust wil pakken, dat je dan weer uit je bed moet komen. Maar het is wel zo, hè. Ze hebben gezegd van tevoren het IOC record aantal dopingcontroles. In totaal, ik zal het er even bij pakken, willen ze 2453 controles doen. Zo. En ze zijn lekker onderweg en ze worden vooral gedaan bij de trainingen. En tot nu toe nog helemaal geen positieve gevallen. Alleen voor de Spelen even de biatleten. Ja. Maar nog helemaal niks. Laten we hopen dat het zo blijft. Nee, en ik denk ook, of ik weet zeker, alle sporters die zijn hiermee bekend. En het is een beetje een onderdeel van je hele programma. En als je wordt overvallen, ja, dan is dat zo. En zijn de sporters zo flexibel om dat weer in te passen in hun verdere dagprogramma. Zijn er wel iets van tijden of zo? Ik neem aan dat ze niet elk moment zomaar mogen komen, toch? Nou, een beetje opmakend uit deze tweet van haar is dat ze wel overvallen is. Echt wordt wakker gemaakt. Uit je bed gehaald. Het is zo dat je je verblijfplaats moet je aangeven in je whereabouts systeem. Het altijd ter discussie staande, maar wel het systeem om te zorgen dat sporters op het moment kunnen aangeven wanneer ze beschikbaar zijn. Dus iedere sporter moet 1 uur per dag beschikbaar zijn voor controle. En ja, als je dan aangeeft dat je 's ochtends om 7 uur thuis bent, ja, of op de plek, ja, bent in het Holland Heineken, of in het dorp, ja, dan word je uit je bed getrokken. Ja. Dus ik weet niet wat zij had ingevuld in haar werba. We gaan beginnen met eigenlijk het gesprek van de dag in Nederland. De 1500 meter schaatsen bij de mannen. Traditioneel, Jeroen, het koningsnummer van het schaatsen genoemd. Leg eens uit, waarom? Nou, er zit alles in. Sprint, je moet een goede opening rijden en je moet goed lang genoeg vol kunnen houden. Twee werelden vanuit het schaatsen komen bij elkaar. De midden- en lange afstand en de sprinters. En afhankelijk van de omstandigheden in de hal heb je meer kans dat de sprinters winnen of meer kans dat de lange afstand mensen winnen. Dus ja, daarom wordt het koningsnummer genoemd. Ik was gisterochtend bij de training even gaan kijken en dan zie je wat schaatsers die wat hoger gaan zitten, wat lager gaan zitten. Ik denk inderdaad dat echt de wat langere afstand mensen, de sprinters, zullen het echt moeten afleggen vandaag. En is het vooral dat je een goede opening, hard beginnen, maar dan niet volle bak doortrekken. Dus de eerste ronde moet goed zijn, maar niet heel hard.
En dan is het vooral van hoe lang hou je die laatste ronde vol? Als ik dit zo hoor, dan gaan we ervan balen dat Kramer niet meedoet. Nou, het was ook wel voor mij wel verrassend dat hij uiteindelijk gezegd heeft van nou, het past niet in mijn voorbereiding, omdat ik denk dat hij hier ook wel kans had gemaakt. Tuitert, regerend Olympisch kampioen op deze afstand, kwam toch een beetje als een duveltje uit een doosje in Vancouver. Ja. Niet minder mooi. Maar... Ja, echt de gevreesde outsider voor alle tegenstanders. Mark deed natuurlijk hartstikke goed bij het Olympisch kwalificatietoernooi om toch met 2 jaar zogenaamd niks gepresteerd en daar wel laten zien dat hij de beste was. En ik ben gisteren bij de training gekeken en hij was binnen een kwartier weer van het ijs af. Maar volgens mij zit het wel goed. En, Hoe zie jij dat? Wat zie jij dan aan schaatsen? Er straalt ook bepaald zelfvertrouwen van uit. Soms, dat weet je ook vanuit je eigen carrière. Soms ben je nog steeds een beetje op zoek naar, gaat dat bochtje wel lekker? Of gaat het insnijden van de bocht goed? En bij Mark was het inrijden, stijgroen en een snelle 300 meter klaar van het ijs af. Ja. Als je goed bent, ga je altijd heel kort inrijden. Ja. Want dan wil je zo min mogelijk. En dan voel je van, oké, klaar. Zit goed. Dit zit goed. Ja. Zodra je schaatsers wat langer op het ijs ziet, dan zijn ze toch nog een beetje onzeker van, ja, maar ik wil dit nog even proberen. Ja. Ik wil zus nog even voelen. Dus, nou, mooi, daar moeten we op letten dus straks. Ja, dat is wel inderdaad. Dat is een hele goede tip. Ja. Dan hebben we Groothuis, die natuurlijk een hele speciale 1000 meter had. Ja, en dan wordt er altijd gezegd, we hebben het hier deze week ook al aan tafel vaker gezegd, dat neem je mee in de volgende afstand. Werkt dat zo? Ja, zeker. Ja? Hij heeft natuurlijk laten zien wat hij kan. Het is nog wel even 500 meter langer. En dat is voor Stefan denk ik wel de grootste uitdaging. Ik ken zijn trainingsprogramma niet, dus ik weet niet hoe fanatiek hij heeft getraind. Ik bedoel, hij heeft zich geplaatst voor de 1500, dus zal hij echt wel getraind zijn voor 1500. Maar Stefan is wel eentje die vanuit de sprint zeg maar die 500 meter aanvliegt. Dus daar zal het spannende vooral zijn in die laatste 400 meter. Ja. Hoe komt hij die door? Barbara, even over die discussie, we hadden het er net ook al even over. Dat Nederland te goed zou zijn, zou niet goed zijn voor de schaatssport. Jij komt ook, jij hebt geschaatst in de periode dat de Duitse dames een hegemonie van je welste hadden. Ja. Hebben die Duitsers toen de tijd ook wel eens die vraag gesteld? Ja, ik ben dus opgegroeid in de periode van Koena Niemann en Claudia Pechstein. Die schaatst overigens nog steeds. Ja, ja. En die wonnen nog wel eens wat. Annie Vriesinger, ja, dat waren de nou ja, Annie dan niet, maar de voormalige Oost-Duitse dames. En met enorme ausdauer, en vooral op de 3 en 5 kilometer seconden slaags op voor. Waardoor men in de media dus zei van ja, dat dameschaatsen, dat Nederlandse dameschaatsen, dat stelt helemaal niks voor. Die worden echt helemaal zoek gereden door de Duitse dames. De ommekeer kwam een jaar voor Nagano. Toen werd de klapschaats geïntroduceerd. En Tony de Jong, Carlos Zijlstra en ik hebben toen de eerste wereldbekerwedstrijd gedurfd om die klapschaats aan te trekken. En toen was het in één keer... Toen was het in één keer weg. Ja, was het in één keer weg. We hadden toen later, dat seizoen hadden we het EK in Heerenveen. Won Tony. Koena Niemann net aan tweede. En ik werd derde. Op klapschaatsen hadden wij. En de rest allemaal niet. Want niemand durfde het. En nou, de jongens die zeiden van, nou, dat is echt typisch voor vrouwen. Dat trappen wij helemaal kapot, die dingen. Maar ik weet dat maandagochtend was het echt, liep het storm bij de schaatsfabriek. Want iedereen moest natuurlijk die klapschaats hebben. Barbara, begin bij jou. Goud, 1500 meter. Wie gaat dat winnen? Tuitert. Ja, fijne voorspelling. Ja, Jeroen. Juskov. Annegret. Is ook een keer leuk. Ja, is ook een keer leuk. Ik ben ook bang voor Juskov. Ja? Ja, zeg ik. Ik ben er bang voor, ja. En Hidde, waag jij je eraan? Ik gok op Groothuis. Okay. Die ramt met zijn krachtige Bokito-lijf die laatste ronde. Wat me wel heel mooi lijkt is Bart Swinks ook. Als die een plak zou pakken met Bart Veldkamp. Oh ja, dat is ook leuk. Ja, dat is leuk. Kortom, genoeg maar niet te goud. Doen. Geen goud, nee. Brons mag die hebben. Afgesproken. Wij danken onze gasten, Jeroen, Barbara. Fantastisch dat jullie hier wilden zijn. Heb een hele fijne shorttrack en schaatsdag. Dank voor jullie komst. Wij zijn er morgen weer. Zelfde plek, zelfde tijd. 12 tot 1, het lunchprogramma. Tot morgen.